Ik ben al helemaal afgemat voordat we überhaupt begonnen zijn. Hallo, welkom bij Studio Kort, Skoola, Studio Kort, met een hele speciale Prinsjesdag aflevering. Ja, het is Prinsjesdag dinsdag, want het is de derde dinsdag van... September. September. En dat is altijd Prinsjesdag. En dus doen we een hele uitzending over royalty. Oftewel prinsen, prinsessen, koningen en keizers. Iedereen komt voorbij. Misschien ook zelfs de huisdieren van het Koningshuis. Isabel. Hier heb ik Nina en Isabel. Dat zijn mijn twee assistenten voor vandaag. Hallo Nina. Hoi. Hallo Isabel. Hallo. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat jullie mij gaan helpen. Jullie doen beeld en geluid. Ik ga eerst even tegen de mensen thuis vertellen dat we... iets anders het nu doen dan vorige week. We gaan heel erg veel quizzen, we gaan heel veel prijzen weggeven, we gaan heel veel leuke dingen doen. Maar zorg dus dat je in je quizmodus zit, dat je je quiztoestand aangezet hebt, dat je je quizknopjes aan hebt. Zorg dat je zoveel mogelijk mensen erbij hebt. We zijn ook live op Instagram op het kanaal van Isabel, zie ik. Zorg dat je zoveel mogelijk slimme mensen in de huiskamer hebt, want je kan nu echt vette prijzen winnen. Tot en met een jaar abonnement op Skoola aan toe en zelfs een kalender. Nou, dat wordt dus super vet. We gaan zo direct quizzen, maar ik ga eerst even mijn assistenten aan jullie voorstellen. En dat zijn er deze week twee toppertjes hier uit Mokum. We hebben inderdaad Nina en Isabel. Nina, jij bent Nina. Ik ben Nina. Isabel, jij bent Isabel. Ik ben Isabel. En we kunnen je onder andere kennen van jouw eigen YouTube-kanaal Isabels Wereld. Al meer dan 5000 volgers. Nou, dat doe je echt heel erg goed. Gefeliciteerd. En Nina kunnen we ook kennen, want dat is jouw zus. Zo simpel is het eigenlijk. Nee. Oh, oké, okay, helemaal niet. Oh, gek, dat dacht ik. Nou, oké, dan zijn er gewoon vriendinnen. Hé, jullie doen beeld en geluid, want jullie zijn mijn assistenten. Isabel, jij doet geluid. Ik heb hier het geluid. Druk maar eens even vast een knopje in. Dan gaan we eens even kijken of je het doet. Maakt niet uit welke. Ja, dit is het geluid. Hè? Dat is het geluid van een vraag, bijvoorbeeld. Nou, dat gaan jullie nog meer horen, dat geluid. Hé, hey, Rianne, jij moet je kroontje er even op trouwens. Jullie gaan het geluid nog wel meer horen, want dat is het quizgeluidje. En Nina, jij doet het beeld vandaag. Ja, dus we hebben beeld en geluid. Het geluid hebben we. Jij doet het beeld. Houd dit eens even vast. Precies. Nou, heel erg goed. En dit. Ja, dus beeld en geluid. En we hebben natuurlijk ook Rielle, onze social media tijger. En die houdt natuurlijk alle punten bij de scores. En die noteert wie er allemaal antwoorden goed hebben. En ja, dan kan je dus vette prijzen winnen. Rielle, hoe is het met je? Gaat goed hoor. Je ziet er weer prachtig uit. Dank u. Heb je zin in Prinsjesdag? Enorm. Wat ga je doen met Prinsjesdag? Nou, ik heb mijn hoedje al op. Ja, ga je naar Den Haag toe? Ja. En ben je uitgenodigd in die befaamde zaal waar de troonrede wordt gehouden? Uiteraard. Ja, wat trek je aan? Mijn hoedje. Alleen je hoedje. Oké, okay, leuk. Nou, we gaan dat dinsdag allemaal in de gaten houden. Fijn dat jullie er zijn. Ik stel voor dat we gaan quizzen. Mag ik de sirene horen? Tuurlijk.
Ja, dat is duidelijk. De sirene die beduidt dat we gaan quizzen. Oké, jongens, we gaan het eens hebben over het Koningshuis. Royalty. Royalty. Wat heb je met het Koningshuis, Nina? Niks. Vind je ze leuk? Vind jij ze leuk, zeg maar, ja. Ja, heel erg leuk. We vinden ze allemaal fantastisch, het Koningshuis. De eerste vraag gaat over ons eigen... Laat ze maar even zien, de hele familie van die Oranje. Ja, precies. Dat zijn ze, hè. Willem-Alexander met zijn vrouw natuurlijk, Maxima. En zijn drie prachtige dochters. Eigenlijk zijn het allemaal toppertjes. Maar de vraag die we aan jullie gaan stellen... En jullie thuis mogen nu dus meedoen. En je kan winnen. Ja, wat kan je winnen? Ik stel voor dat we deze Scoola Gymtas gaan winnen. Hij ruikt heerlijk vers van de pers. De Scoola Gymtas voor degene die het antwoord weet op deze vraag. Hoe heet, laat hem maar eventjes zien, deze topper, de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima. Dat is, dat is de vraag eigenlijk aan jullie. Dus, dat is de vraag. Vraag muziekje. Zetten we aan en dan is het aan jullie de vraag. Kunnen jullie het antwoord geven? Hoe heet de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima? Jullie mogen drukken totdat het muziekje is afgelopen. Het muziekje duurt anderhalf uur, dus jullie hebben tijd gehad. Nee, het duurt maar 20 seconden, dus je moet echt nu drukken. Tik het snel in en wie weet win jij deze prachtige gymtas. Zitten jullie ook op Musical.ly of niet? Ja, zij wel. Dat dacht ik wel, inderdaad. Ja. Oké, okay. Hey, wat denken jullie eigenlijk dat het juiste antwoord is op deze vraag? We gaan zo kijken wie er gewonnen heeft. Maar wat denk je, de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima? Ik vraag het even aan Isabel. Amalia, toch? En wat denk jij, Nina? Ik denk Amalia ook. Ik zal het goede antwoord geven. Het juiste antwoord is... Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Oh, nou. Oftewel, Amalia! Ja. Applaus, applaus, applaus! Ja, dank u, Amalia. Hey, en we gaan naar Rielle om te kijken of iemand dat al goed heeft. Wat denk je? Ja, er zijn al een paar goede antwoorden binnengekomen. Noem eens iemand. We hebben... Lies... Doet Willem-Alexander zelf mee toevallig? Dat zou wel erg leuk zijn. Oh. Nee, helaas. Mm. Maar Lieselotte Kasper heeft het goed en wint de gymtas. Lieselotte Kasper wint de gymtas. Applaus. Dankjewel Lieselotte Kasper voor het meedoen. Hey, volgende vraag. Vraag 2. Goed, hè? Heb ik jou alweer nodig? Nee, want de volgende vraag is een vraag zonder plaatje, maar wel een mentaal plaatje. Denk eens even in, je loopt bij de groenteboer. En de groenteboer zegt tegen jou, hallo Isabel of hallo Nina, ik heb iets heel erg lekkers deze week in de aanbieding, speciaal voor Prinsjesdag. Ik heb voor jou een heerlijke zak appeltjes van Oranje. Wat denk jij dan? Hmm. Nou, de vraag is eigenlijk dus gewoon, welke sappige vrucht is het zogenaamde appeltje van Oranje? Welke sappige vrucht is het appeltje van Oranje? We gaan weer even naar de mensen thuis, die mogen nu antwoord geven. En wij gaan even swingen. Ik hou ontzettend van een appeltje van Oranje. Ik knijp er regelmatig in en dan schil ik hem. Dat mag ik wel onthullen, dat ik hem ook dan schil. En dan in mijn mond stop en heerlijk opeet. Het appeltje van Oranje. Misschien weten jullie het wel, hè? Wat is het juiste antwoord? Wat is een... En de... Hè? Het is nu gesloten natuurlijk, je mag niet meer drukken. Wat is het appeltje van Oranje? Sinaasappel. Denk jij dat ook? Denk ik. Ja. Ik denk ook dat het een sinaasappel is, want het is volgens mij inderdaad helemaal goed. De sinaasappel! En je kan het ook zien, waar is die foto van Willem-Alexander met zijn hele vriendenclub? Kijk, als je goed ziet, hebben ze dus in hun huis een sinaasappelboom. Hier, zie je dat? Hebben ze gewoon appeltjes van Oranje in hun eigen huis. Dat is toch ongelooflijk? In dat paleis stoken ze het blijkbaar zo warm. Dat de sinaasappels groeien. Nou, die groeien alleen bij 35 graden of meer. Ja, zo gaat het blijkbaar in het paleis. Geld zat. Rielle, hey, ik moet nog vertellen wat je kon winnen. Deze flitsquiz is voor de winnaar van deze vraag. En Rielle, wie heeft deze vraag gewonnen? Hadden veel mensen hem goed? Hadden veel mensen hem fout? Bijna iedereen had hem goed. Wie had hem fout? Oh jee. Gaan we niet zeggen, hè? Want dat is niet leuk als iemand een fout heeft. Nee. Wat zeiden ze dan? Mandarijntje zeker? Mandarijn, ja. Mandarijn is geen appeltje van Oranje. Ja. Maar wie wint hem? Wie wint hem? Wie wint hem? Het is geworden Marloes Boshuizen. Marloes Boshuizen wint deze flitsquiz. Leuk hè? Die komt naar je toe. We nemen contact met je op. Vraag 3. Heb je een plaatje? Kijk eens even naar deze prachtige dame. Weet je wat? Laat de sirene maar even horen. Dat klinkt wel even leuk. Deze dame waarbij automatisch de sirene afgaat. Als we er in beeld krijgen, is
Ja, dat wisten jullie misschien niet. Maar dit is de peettante van onze Amalia. Dus zij is betrokken bij de familie van Oranje. Zij is zelf ook kroonprinses. Zij is de kroonprinses van een bepaald land. Wat ik nu nog niet ga noemen, want dat is de vraag. Zij heet Victoria. En denk eens even in van welk land? Van welk land zou Victoria nou de kroonprinses zijn? Denk je dat in? En geef het antwoord maar, want dat is inderdaad de vraag. Heel goed, Isabel. Heel erg nauwkeurig, snel gedrukt. Van welk land is Victoria de kroonprinses? En ik kan onthullen dat het een land op aarde is. Ja. Dus je hoeft niet out of space, niet naar Mars, niet naar Venus. Het is allemaal op aarde. Dit land waar Victoria de kroonprinses van is. Voor jullie thuis zijn de lijnen nu gesloten, dus je mag niet meer drukken. Maar jullie wisten het al, hè? Zweden. Het juiste antwoord is inderdaad Zweden. En Isabel wist dat. Nina wist het ook. Ja. Inderdaad. En het leuke van Victoria is dus, ik zal even de hele naam opnoemen. Victoria, laat hem maar even zien. Victoria, Ingrid, Alice, Desiree. En dat is de toekomstige koningin van Zweden. Dus onthoud die naam en vooral dat gezicht. Want die gaan we dus nog vaak tegenkomen. Bijvoorbeeld op de Zweedse euro's. Die er binnenkort aan zitten te komen. Weet ik eigenlijk niet of de euro's aankomen in Zweden. Maakt ook niet uit. We gaan naar de winnaar van deze. En dat is echt gelijk een super vette bol cadeau. Een leuke prijs. Deze Bruna cadeaubon gaat naar degene die het goed had. Even kijken. Zweden. Ik zie een hoop Zweden. Zijn er ook Zweedse mensen die hebben meegedaan? Strikvraag zegt iemand. Zweden. Wie wint hem? Die klikken we even weg. Want dat was, was een heel lang antwoord op deze quizvraag. Ik zie dat heel veel mensen het goed hebben geantwoord. Dus Victoria, we gaan even aan haar zelf vragen wie de prijs wint. Ik stel voor dat het dan iemand is die het antwoord goed had. En ik praat de tijd even vol. Zet maar even een muziekje aan. Lalalala. Over Zweden gesproken, weet je wat ook heel erg lekker is? Knekkerbreut. En trouwens, de mensen hadden het goede antwoord kunnen weten op deze vraag. Want de Zweedse vlag die stond al in beeld. Dus dat hebben jullie misschien wel gezien. Ja, de Zweedse vlag, ja. Niet bij ons, maar bij de mensen thuis stond de Zweedse vlag in beeld. De geel-blauwe vlag. Dus daar had je het aan kunnen zien. We hebben een winnaar. En die gaan we zo direct bekendmaken. Maar eerst gaan we door met de volgende vraag. Pak hem maar eens eventjes erbij, die volgende kerel. Hij lijkt een beetje op een ijsje. Zo hebben we hem uitgeknipt. Het ijsje van Japan. Dit is een man met een stropdas om. En een prachtig grijs haar. Dit is de heer, weet jullie toevallig hoe die heet, Isabel? Nee. Wat zijn naam is, niet wat zijn titel is, maar wat is zijn naam? Chung-chung. Dit is Chung-chung. Nee, het is Akihito. Hij heet Akihito. En hij is het staatshoofd van Japan. Kijk, wij hebben een keizer. Sommige landen hebben een president, hè? Bijvoorbeeld Frankrijk. Maar in Japan hebben ze deze meneer, dat is Akihito. En die heeft ook een bepaalde titel, die heeft een bepaalde functienaam. Zoals wij dus bijvoorbeeld onze koning hebben. Maar hoe heet het staatshoofd van Japan? Dat is de vraag. Hoe heet het staatshoofd van Japan? Dat is de vraag. Hoe heet het staatshoofd van Japan? Dat is de vraag. Jullie mogen nu thuis antwoord geven. En we gaan even luisteren naar het muziekje. Laat het maar eens eventjes goed zien aan de camera daar. Hoe heet deze meneer die dus een beetje op een ijsje lijkt. Hij heeft een beetje het uiterlijk van een ijsje. Keizer, maar keizer. Er komen een hoop antwoorden binnen, hè? Keizer. Ik zie dat er een... We zijn gestopt. Keizer. De lijnen zijn gesloten. Ik zie dat er een hele hoop mensen uit Volendam hebben gereageerd. Want iedereen zegt keizer. Nick en Simon doen ook mee. Laat het maar zien, wat zou die zijn? Nina, wat denk jij? Wat is deze man nou? Is dat een koning? Een prins? Misschien wel een baron, een graaf, een dijkgraaf. Wat denk je dat hij is? Nou, ik denk net zoals al die mensen een keizer. Het is inderdaad een keizer! Akihito, de keizer van Japan. En trouwens, een geweldige bowler. Hij kan ontzettend goed bowlen. Ik weet niet of jullie dat wisten, maar hij is een geweldige bowler. Hey, het is tijd voor de laatste vragen. Denk ik, het is tijd voor de laatste. Nee, we hebben nog natuurlijk een winnaar. Rielle, wie wint deze? Want wat staat hierop? Een mooie grote prijs. Een keizerlijke prijs, zou ik bijna zeggen. Een jaarabonnement op Skoola. Dat is een fantastisch grote prijs als je die wint. En als je al een jaarabonnement hebt, kan je hem lekker weggeven. Superleuk om te krijgen en te geven. Wie wint deze? Wie had het antwoord keizer goed? Heel veel mensen hadden het goed, maar Ramona Bulcevic, die krijgt een jaar lang Skoola van ons. Ramona Bulcevic! Een jaar lang Skoola voor Ramona Bulcevic. Dat is echt een leuke prijs, Ramona. Heb je heel goed. Hey, nog één vraag. We moeten ook nog... We moeten ook nog.
Ja, de Zweden. Ja. De Zweden. Wie heeft de Zwedenvraag gewonnen? En wie wint dat? Want daar kon je winnen. Ook heel erg leuk. Een Bruna cadeaubon. Wie heeft dat gekregen? Dat krijgt Osman. Vee, Gamse, Gorgulu. Osman, jij wint dit. Deze prachtige Bruna cadeaubon. Die gaat... En Juna Bergen, ja, dat is mijn vriendin. Die doet ook altijd mee. Maar die wint nooit gek genoeg. Hey, we hebben nog één vraag over, jongens. Deze weten jullie ook niet. Dat is een hele moeilijke vraag. Willem-Alexander, daar hebben we hem. Zit sinds een jaar, niet sinds een jaar, maar al langer zit hij op de troon. Ik ben hem nu even. Ik zit sinds 2013 op de troon. Voor jullie thuis de vraag, hoeveel dagen zit Willem-Alexander nu? Zit ik? Hoeveel dagen zit ik nu op de troon? Hoeveel dagen zit ik op de troon? Even heel snel nadenken. Dat is de vraag voor jullie. Hoeveel dagen zit Willem-Alexander op de troon? Het is een vraag. Doe even het vraagmuziekje. En we gaan even naar jullie thuis. Hoeveel dagen zit Willem-Alexander op de troon? En zelfs het muziekje gaat er een beetje van transen. Maar dat mag best. Mensen thuis zitten nu als gekken te googelen. En die denken, goh, wanneer was het ook alweer? 2013. Welke dag was het? Oh ja, gauw eventjes. En... de tijd is om, dus, wat denken jullie? Hoeveel dagen? Dat is moeilijk, hè? Dat is echt moeilijk, hè? Eén? Ja, nee, hij zit al langer op de troon. Nee, hij zit al bijna 4 jaar op de troon, bijna 5 jaar. Wat zeggen de mensen? Oeh, ik zie iemand die zegt 3000, 1600, 1650, 99, 2345, 1095, 1680. Het juiste antwoord zit er nog niet bij. Ja, maar het was ook heel erg moeilijk. Ik kan wel zeggen wat het juiste antwoord was. Dat was, hij zit sinds 30 april 2013 op de troon. En dat betekent dat hij 1966 dagen op de troon zit. En wie die prijs gaat winnen, dat gaan we nu even uitzoeken. Want dat wordt een hele ingewikkelde rekensom. Dat gaan we uitrekenen. En degene die er het dichtst bij zat, en we stoppen nu natuurlijk met rekenen, die krijgt deze prachtige prijs. Dat wordt deze mooie Scoola. Scheurkalender, lekker scheuren. Dat doet Willem-Alexander ook graag trouwens in zijn vliegtuig. Willen jullie nog wat toevoegen? Hey, nee. Eén vraag. Stel nou dat je een dag koningin zou mogen zijn. Of koning. Wat zou je dan doen? Wat denk je? Nou, ik zou gewoon denk ik naar alle winkels toe. Ja, ik wil alles. Alles? 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 Wil alles? En jij zou wel, wat zou je doen? Ik zou de hele Primark kopen. De hele bekende kledingwinkel aan het Damrak zou je kopen. Oké, gewoon het hele pand. Jullie thuis mogen daarover doordiscussiëren. Je kan trouwens ook naar een dure winkel trouwens, als je koning bent. Jullie mogen thuis daarover doorpraten. Dit is de FAVO-vraag. Wat zou je doen als je een dagje koning of koningin was? Daarover kun je doorpraten tijdens Studio Sport. Want dat sporten, dat vindt toch niemand interessant. En de leukste reactie, die krijgt van mij deze mooie Scoola etui. Nou, die wil je hebben met inhoud. Dus dat is zeker iets om mee te doen. Je kan blijven reageren. Je kan ons ook mailen. Want de hele week is Rielle. Blijf online onze social media tijgen. Als jij een keer mij wil assisteren, dat lijkt me heel erg leuk. Zet nog eens even een leuke sirene aan, Isabel. Deze week waren mijn assistentes Nina en Isabel. En daar was ik heel erg blij mee. Als jij ook een keer assistente wil zijn of assistent, stuur dan een mailtje naar studiokort@scoola.com. Ik bedank Rielle, onze social media tijger. En ik bedank Nina en Isabel. En ik bedank vooral mezelf. En het Koninkrijk der Nederlanden. Volgende week zijn we er weer. En dan is het thema... groente en fruit. Tot dan, op iets anders. Dankjewel voor het kijken. Dit was Studio Kort. Applaus. Zo.